Zes weken lang trekken wij met onze verkiezingsbus door de provincie op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. En vandaag is onder andere Frans Duits de gast, de volkszanger uit Tiel. Praten we met, of over criminelen moet ik zeggen, die infiltreren in onze politiek. En vragen we ons af waar al die Oost-Europese arbeiders toch moeten wonen. Welkom bij Gelderland Stemt, welkom in Tiel. Omroep Gelderland was vrijdag 16 februari te vinden in Tiel. Er was een radioprogramma vanuit de GLD Stemtbus en in de foyer van de Agnietenhof werd een live tv-programma gemaakt, waarbij de verkiezingen van maart centraal stond. Thema's die besproken werden waren ondermijning van bestuur, hoe gaan de gemeenten in Rivierenland om met arbeidsmigranten en wat te doen aan laaggeletterdheid. Na afloop spraken we met Mark Veningen, hoofdredacteur van De Zender. We doen het nu 2 weken. We trekken de hele provincie door samen met alle lokale omroepen. En dat bevalt heel goed. Nou, de Tweede Kamerverkiezingen vind ik altijd het domein voor de landelijke omroepen. Hè. Als regionale omroep vind ik dat we daar niet een bijzondere rol hebben. En tegenovergestelde geldt juist bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor Provinciale Staten. Ik vind dat we dan als regionale omroep echt een hele belangrijke rol hebben om mensen te vertellen wat te kiezen valt. Hè. Dat moeten de politieke partijen uiteindelijk zelf doen, maar die moeten wel een podium hebben. Die moeten wel een plek hebben waar ze duidelijk kunnen maken waar ze voor staan. En dat moet ook op een journalistieke manier gebeuren. Nou, en daar speelt de regionale omroep een belangrijke rol in. En juist bij de gemeenteraadsverkiezingen zoeken we dan onze lokale partners op om dat samen te doen. Want juist de lokale omroepen kennen hun gebied goed en weten ook wat er in al die gemeenten speelt. Dus samen kunnen we daar heel veel mooie dingen doen. Het is mooi, het mooie is dat we in de week voorafgaand aan de vrijdagse uitzending in het gebied rondtrekken. Dan is echt de lokale omroep aan zet. Hè. In de verschillende gemeenten waar we dan uitzenden verzorgen zij ook grotendeels die uitzending. En op vrijdag trekken we ook weer samen op. Dan maken wij een uitzending die wij op televisie zelf ook uitzenden en op radio uitzenden. Maar ook daarin werken we weer samen. Je voedt elkaar met goede ideeën en zorgt dat je gezamenlijk de beste uitzending ervan maakt. Nou, hier in Tiel zie je dat we dat samen doen met Regio TV Tiel. En ook dat is deze week een hele mooie samenwerking gebleken. Zoals we de rest van het jaar natuurlijk ook met elkaar samenwerken.